Oké. Mijn vriendin is met de kindjes op fietsreis vertrokken, nu net op dit moment. En ik ben vandaag heel de dag alleen thuis. Ik ga met de motor, elektrische motor, ga ik op stap. Ik ga zoveel mogelijk kilometer doen. Ik heb nog altijd geen extra snellader, dus ik moet in het slechtste geval moet ik op bepaalde locaties, als ik hem echt leeg rijd, had ik moeten bijna 2 uur laden om hem vol te krijgen. Ja, ik heb hier gisteren, het is 10 over, het is al 10:15 ondertussen. Ik weet niet of je dat kunt zien op mijn pols daar, die rode ding. Ik heb mij gisteren verbrand bij het solderen. Ik was iets aan het solderen, aan de verlichtingskabels moest ik solderen, de puntjes. Het was niet voor mijn laadkabel. En ik was zo boven mij aan het solderen. En er viel soldeer op, terwijl ik naar de kabel aan het kijken was en mijn soldeerbout vast had, viel er soldeersel op mijn pols, op mijn hand. Ja, ik ben juist in Gent aangekomen. Er is hier een McDonald's. En bij de meeste McDonald's nemen ze laadpalen. Niet bij allemaal. Bij deze wel. Met RFID, dus volgens mij gaat het met mijn laadpas werken. Ik heb al 40 kilometer gedaan, ik ben in Wetteren. Ik heb nog een range van 250, er is niet zoveel verkeer daarmee. Ik heb nog maar een paar stuks gezegd 90 kunnen rijden. De meeste stuks is gewoon verkeer aan lagere snelheden, daarmee dat mijn range zo hoog ligt. Ik heb nog maar 15% verbruikt ook, dus. Maar ik ga zien of ik hier een koffie kan krijgen. Ik heb nog geen koffie gedronken vanmorgen. Oh nee, dat is niet waar. Ik heb nog maar 1 koffie gedronken vanmorgen. Ik ben al voorbij, ja, het zal geen mooi haardag zijn vandaag. Ik ben al voorbij Maldingen en ben eigenlijk Gent voorbij gereden, omdat ik toch vlak bij Gent gestopt was, daar in Wetteren. Dat is maar 8 kilometer van Gent en ik had daar al bijgeladen. Dus dat had geen zin om in Gent te stoppen. Ik ben nu doorgereden naar Maldingen. Nee, eigenlijk voorbij Maldingen al. Ik heb net geen 100 kilometer gereden. Ja, ik ga mijn accu-status niet overal bij vermelden, het heeft niet veel zin. Maar ik ga toch elk moment dat ik kan, ga ik bijladen. Dus dat gaat continu wisselen. Maar ik heb dus bijna 100 kilometer gereden nu. Ja, in Wetteren ben ik gestopt aan de McDonald's. Ik heb daar een koffie gedronken. Was op een kwartiertje was hem terug bijgeladen. Wat ik me wel afvraag, voor de McDonald's moest ik een mondmasker dragen. Tot daar oké, maar ik moest ook mijn gegevens achterlaten voor de tracking. Dus ze hebben eigenlijk nog maar sinds een paar jaar de GDPR in Europa erdoor gekregen voor de bescherming van de gegevens, van de persoonsgegevens enzovoort. Op websites en cookies en tracking en zo. Maar nu moet je wel, als je iets wil gaan eten of gaan drinken, moet je wel een hele lijst invullen van je adresgegevens en wat is het allemaal, je geboortedatum en zo. Dus dat is een beetje dubbel. Maar kijk, ik ga nu naar mijn ouders, die wonen voorbij Maldegem. En dan ga ik eigenlijk voor naar Brugge door te rijden, want ik ga in Brugge echt stoppen om bij te laden en te fotograferen. En dan ga ik eigenlijk via Damme. Kijk, daar staat aan. Het kan hier naar Damme. En dan kan ik langs de Damse Vaart, dat is een schonere weg om te rijden. Hier hebben ze zonnepanelen. En mijn vader is een ding aan het maken. Hoe noemt dat? Keermuren. Voor bij ons. Schikken. En zo ben ik al in Damme. Hier een molen achter mij. Een schoon gebouw hier achter mij. Ik heb 3 ijsjes gegeten bij mijn ouders. Ik heb ook op de GPS al aangegeven waar dat ik moet zijn om in Brugge zelf te laden. Dus dit keer ben ik voorbereid. Ik ga recht naar Brugge. Daar kan ik hem opladen en daar kan ik dan effectief een beetje rondlopen, fotograferen. Ja, net in Brugge toegekomen, laadpaal gevonden. Het enige vreemde is dat de parkeerplaatsen zijn afgesloten. Dit is zo een autodelen ding, cambio toestand denk ik. Ik ga mijn mondmasker uithalen ook. Ik heb eigenlijk nog altijd 70% accu's en nog altijd 180 range of zo over. Het is te veel wind om verstaanbaar te zijn, denk ik, maar ik heb maar een half uur te laden, dus ik ga sowieso hier ga ik een foto maken in die hallen, dat er iemand voorbij loopt. Zo. Dus ik heb maar een half uur sowieso, en daar is de Halletoren. Voor de mensen die niet geloven dat ik in Brugge ben,
Ja. Zien. Ja, ik heb toch een paar, verschillende opnames. Het is nog redelijk veel zon. Het wordt nog redelijk warm. Oké. Okay. Heel veel mondmaskers. Niet iedereen heeft een mondmasker, maar wel heel veel mondmaskers. Dat zwaantje dat je ziet passeren, die spreekt de mensen aan die geen mondmasker aan hebben. En die vraagt hen van een mondmasker aan. En die zelf ook een mondmasker aan trouwens. En hij vraagt die mensen van een mondmasker aan te doen. Oh, je vragen is veel gezegd. Ik weet niet wat hij zou doen als de mensen liggen, maar hij heeft toch net al twee koppels aangespoord. Ja, ik moet al beginnen terugkeren naar de... Nou, de motorweg is al volgeladen. Maar ik wou nog snel even zien. Hier ging ik vroeger op café. Ik ben in Brugge naar school geweest. Ah, hier, de Charlie's. Ik weet niet wat dan nog altijd Charlie's doen. Ja, precies zo. Je kunt daar boven ook zitten. Ja, en nu ben ik aan de Zeeze, Zeebrugge. Weer laadpaal gevonden nu. EV Box is het, die werkt tot nu toe al het vlotste. Gewoon badje en het beginnen laden. Het enigste probleem, dat staat aangeduid op die kaart, maar ik heb nu... dat is hier allemaal afgesloten, die parking. Dus ik weet niet of wij hier met een auto zou hier niet geraken, denk ik. Ik ben nu gewoon... daar, denk dat dan een rolstoel overloop is. Ik ben daar, op gereden. Maar kijk, dat is volle bak bezig, ideaal. Zeebrugge, vroeger, er is hier een, het kanaal van Brugge naar Zeebrugge. Daar langs konden, ik weet niet wat dat nog bestaat, had daar een grote baan. En daar hebben we ons fietsje gereden zo naar de zee. Maar dat was al een redelijk eind, want dat was, het was al iets meer dan 8 kilometer voor in Brugge te geraken voor mij. En dan was het nog een keer 8 kilometer erbij, een beetje meer dan 8 van Brugge naar hier. Dus dat was serieus fietsen. Een keer dat we dan een brommer hadden, als we groot oud genoeg waren, was het met onze brommer langs, langs die baan. Plus dat was een lange rechte baan. Ik ga een stukje naar daar lopen. Ik denk dat dat hier de jacht... Ja, ja, dat is hier, daar zie je het. Dat is hier ook de jachthaven. Ik heb hier vroeger een zeilboot gehad ook. Maar die ondertussen verkocht. Omdat het probleem was, ik gebruikte die niet genoeg en uiteindelijk dat kostte alleen al die legplaats huren was meer dan 1000 euro per jaar. Gaan zien of ik het kan laten zien, de jachthaven. Ja, het was weer niet nodig van bij te laten. Ik had weer nog 90%. Het is wel al, de laatste al ondertussen. Ja, het is al voorbij 3 uur. Ik had dan moeten aan mijn masker. Ik had dan moeten beginnen terugrijden, want ik moet nog naar Leuven. Ik moet nog langs mijn ouders ook, ze waren niet thuis daar juist. Dus ik zal nu nog eens opnieuw passeren. En dan hoop dat ze wel thuis zijn. Daar ligt de zee. Achter die appartementen. En daar ligt de jachthaven. Maar ik ga tot daar gaan. Auto's stoppen hier niet voor voetgangers precies. En het knappe is, dat is hier zo de zeehaven van Zeebrugge. Dat is zo een twee armen die in de zee, heel ver in de zee gaan. En die haven ligt eigenlijk aan de... Je kunt er redelijk goed zien op bootjes. Ligt eigenlijk aan de kanten van die armen. En als je hier buiten vaart, roept je dat om. En dan moet je, net als de grote schepen, die, ja, de vrachtschip, moet je dan ook met de containers en zo, moet je dan daar ook doorgaan. En dan zit je direct op, het is eigenlijk heel veel rustig water hier binnen. Tot op het einde van die armen, dan zit je plots in de volle zee. Hij zit al redelijk eind in de volle zee. Nou. Daar nog
politie te paard ook. En voilà, we zijn terug thuis. Ik heb er volledig ongevraagd ook een echte regenrit-test bij, cadeau gekregen. Ik heb geen foutmelding gezien, dus het is goed gegaan. Ik heb ook... ze zijn hier net... ik heb ook boontjes gekregen, gratis. Waarvoor dank, Chris. Ik heb uiteindelijk iets van een 350-tal kilometers gedaan in totaal. Ik ben naar Gent gegaan, daar heb ik een kwartiertje geladen. Dan ben ik naar Damme gereden, dan naar Brugge. In Brugge heb ik een half uur bijgeladen, terwijl ik aan het rondwandelen was. Dan ben ik naar Zeebrugge gegaan. In Zeebrugge ook heel kort even bijgeladen, minder dan een kwartier. Dan, dat was de langste rit, ben ik terug naar Damme. Dan naar Damme en dat was de langste rit. Dan ben ik doorgereden naar in de buurt van Zaventem, waar dat die boontjes vandaan komen. En... daar had ik nog 30% over. Daar heb ik dan iets meer dan een uur geladen. Terwijl dat ik mijn boontjes in ontvangst nam. En een aantal dingen besprak. En dan ben ik van Zaventem recht naar hier doorgereden. En nu heb ik nog iets van 50% aan Q over. Nee, meer. Het was bijna 60%. Ja, eigenlijk... en dan zit ik nog maar aan mijn 6 kilowatt laden. Hè. Als ik aan 12 kilowatt kan laden, kunnen daar eigenlijk perfect... mee toeren en dagritten mee doen en zo. Want ik herinner mij als we naar als we in Zweden op reis waren met de motor, dan de dagen dat we zo echt heel veel kilometers deden, 400, 450, dat waren eigenlijk al vermoeiende dagen. Dus het is interessanter van maximum 400 kilometer per dag te doen als je op reis gaat met de motor. Ook omdat je eigenlijk elke dag terug op die motor kruipt. Ja, qua zithouding, vooral de benen zijn. Op dit ding heb ik vooral last van de benen. De rest kunnen zo, uw armen kunnen gemakkelijk laten hangen en relaxed houden, maar de benen zitten wel vrij verkrampt. Maar goed, ik ga de hondjes eten geven en buiten laten.